De dames en heren, opponents, de tegenstanders uit de Filipijnen from the Philippines. Philip Joper, Esqueta en Ronel Estanislao. Scheidsrechter bij dit duel uit Nederland, Geertje Tommaar. En ook de servicerechter uit ons Nederland, Marcel Schormans. En ook voor de laatste keer vanavond hier in het Topsport Centrum in Almere, de lijnrechters van dienst. Ready to play. Ladies and gentlemen, on my right, Ronel Estanislao and Philip Joper Escueta, Philippines. On my left, Ronan Labar and Baptiste B.CAREME, France. Ronel Estanislao to serve to Baptiste B.CAREME, Laval, play.
service over. One, two. Service over. 8-9.
Second game, level, play. 2-1. Play.
Thank you.
Laval. Play. Six, three.
river. 4-9. Go!
1. Goed, dames en heren, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van een hele dag halve finales tijdens de Yonex Dutch Open 2014. Het zit er dus op voor vandaag. Morgen gaan we ze opmaken voor apotheose van deze vijf dagen badminton. Met de finales vanaf 12 uur hier in het Topsport Centre in Almere. En er wordt nog even gekeken hoe de volgorde is. Eén ding is wel zeker. We beginnen om 12 uur met de finale in het vrouwenenkelspel. En het derde duel, de derde finale van de dag, is in ieder geval de vrouwendubbelfinale. Met daarin Eefje Muskens en Selena Piek. Voor de rest zou ik zeggen, zorg gewoon morgen dat je op tijd in het topsportcentrum hier in Almere bent. Wees zeker van een goede plaats. Dan gaan we kijken naar vijf hele mooie finales.